Oké, goedenavond allemaal. Welkom op onze eerste Artist Talk, georganiseerd op initiatief van het MUCA in samenwerking met een aantal Antwerpse galerieën. Een bewonderenswaardig initiatief, denk ik, waarbij het museum tijdelijk de rol opneemt van een discussieruimte, waarbij ook de relatie tussen museum en galeriewereld eventjes wordt benadrukt. Ik denk ook dat dat een van de bedoelingen is van deze reeks gesprekken. En de bedoeling is eigenlijk dat er telkens een kunstenaar hier aanwezig zal zijn van wie op dat moment in Antwerpen, dat betekent hier op het Zuid eigenlijk, een tentoonstelling loopt. Waardoor de gesprekssituatie eigenlijk sterk geënt kan worden op een tentoonstelling die je dan zelf met eigen ogen kan gaan bekijken of bekeken zou kunnen hebben. En vanavond hebben we hier, dankzij de steun ook van de Team van Laren Gallery, hebben we Peter Rogiers te gast. Peter Rogiers is geboren in 1967, als ik me niet vergis. Hij is een kunstenaar die zich al in de jaren 90 heel nadrukkelijk als beeldhouwer gemanifesteerd heeft. Op een moment dat beeldhouwkunst nog niet de hipheidsfactor bezat die ze nu wel bezit. We gaan het er nog over hebben, denk ik. Maar op dat moment was het duidelijk een statement, denk ik, van een jonge kunstenaar om zich in te schrijven in een traditie van de sculptuur, de beeldhouwkunst. Daar gaan we nog meteen over hebben. En sindsdien is het werk van Peter eigenlijk vrij snel opgemerkt geweest. Hij heeft tal van solotentoonstellingen en groepsentoonstellingen gehad. Onder meer in het MUCA heeft hij hier een presentatie gehad, in het Middelijnmuseum. En ook in 2008 een zeer mooie retrospectieve in de garage in Mechelen. Waarbij een mooi boek op verschenen is, met daarin een gesprek tussen jou en Menno Meeris. Peter heeft ook al 4 tentoonstellingen gehad in de Team van Laren Gallery, dus hij heeft duidelijk ook een band met Antwerpen als kunstenaar en hij is ook uit Antwerpen afkomstig, zelfs, als ik me niet vergis. En vandaag zou ik eigenlijk deze situatie willen aangrijpen om te praten over zijn werk, maar op een hele concrete manier. Ik zou graag beginnen bij de tentoonstelling zelf, om dan aan de hand van de tentoonstelling een aantal meer algemene karakteristieken van jouw werk misschien ter sprake te brengen. De bedoeling is dat wij een vrij informele babbel hebben en dat we daarna ook meteen terugkoppelen naar de mensen die in de zaal zijn, die dan ook vragen kunnen stellen aan Peter. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het idee. De tentoonstelling bij Team van Laren is jouw 4e solo-tentoonstelling daar. Kan je iets zeggen over de titel die je aan die tentoonstelling gegeven? Want de meeste van jouw presentaties en jouw werken hebben specifiek een titel die toch ook wel iets bijdraagt tot de betekenis van het werk. Het geven van titels, dat is gegroeid en aanvankelijk had ik helemaal niks met titels. Maar dat werd eigenlijk een praktisch probleem met de galerist. Dus ik hoop dat mensen mij verstaan van achter zo. Moet ik luider praten? Misschien iets meer. Uiteindelijk was dat een praktisch probleem. We vroegen dan dat groen beeld, ja, welk groen beeld. En uiteindelijk vond ik dan heel plezierig om dikwijls samen met de galerist absurde titels te bedenken. Ook zoals Margriet dat eigenlijk deed. Dus, maar beeldtaalassociatie, gelijk als Burroughs, je krijgt dat heel vlug. Maar de expositie heet A Hunter's Night. Huh? A Hunter's Night. Hunter's Night, ja. En dat is, er is een zwart-wit film met Robert Mitchum en die noemt Night of the Hunter. En Mitchum speelt een soort van valse profeet die achter 2 kinderen aan zit. Waar dat het meisje heeft, zijn vader heeft een bankoverval gedaan en het meisje weet dat niet en heeft dus heel veel geld in een pop zitten. En Mitchum weet dat en hij gaat erachterna. En dus ik vond het gewoon als metafoor zo, ik hou niet echt niet van symbolisme, maar als metafoor was het idee van de valse profeet. En eigenlijk het idee dat verder achter zit, ik had onlangs een boek vast over Engelse schilder- en beeldhouwkunst. Ook meer traditioneel gebonden mensen eigenlijk, die ook ook mijn parcours ziet, dus de kunstenaars die ik goed vind, ik zeg maar iets van Philip Guston, Eugène Leroy, Baselitz, Freud, Auerbach, Kossoff. Het zijn eigenlijk mensen die actueel zijn op hun manier, maar eigenlijk zich echt inbedden in traditie. En ik herinner mij een tekst geschreven door Catherine Lambert, als ik het goed heb, die heel veel geschreven heeft van Auerbach. En dat ging over de discrepantie, over de dubbelzinnigheid. Dus je had aan de ene kant bijvoorbeeld in Engeland in de jaren 50 had je John Berger, bekende schrijver John Berger, en die sprak over een soort van sociaal realisme. En aan de andere kant had je David Sylvester, de bekende kunstcriticus die Verbeken schreef, en die had het over modern realism. Ik zelf
voeg mij eigenlijk eerder in die tweede strofe zo. En maar met dat idee van social realism, dacht ik, eigenlijk is dat een trend die op dit moment heel actueel is. Als je kijkt naar heel grote internationale tentoonstellingen, zoals Documenta of Venetië, dan zie je eigenlijk heel veel werk, wat een hele sterke sociologische, sociale, politiek, al dan niet politiek correcte, conceptuele basis heeft, en daar wordt eigenlijk werk op geënt. En ik vind dat dat een trend is die nu eigenlijk heel veel van de kunst vertegenwoordigt. Ja. En dus, om dan terug te komen naar Hunter's Night, dus dat idee van dat soort van, ja, profeten, ik wou daar ergens iets mee zeggen, van ik ga naar een soort van basic idee van kunst binnen een traditie. Ja. Maar ik heb er geen narratieve of sociologische bedoeling. Ja. Je neemt wel met je werk en een titel als die, een positie in als kunstenaar. Ja, maar dat doe je sowieso. Ja, maar als je zegt dat heel veel hedendaagse kunst sociologisch of politiek geëngageerd is, hè, de relationele esthetica was typisch voor de jaren 90, de periode waarin jij naar buiten kwam, hè, had je op dat moment, toen jij naar buiten kwam in de jaren 90 met je sculpturen, al het idee dat je met die sculpturen een andere positie vertegenwoordigde dan de mainstream, hippe hedendaagse kunst van dat moment? Was ja, dat ik had dat idee. En is je werk daardoor beïnvloed geweest, door dat inzicht dat je een eigen positie moest innemen? Ik heb er vooral veel moeite mee gehad achteraf. Dus ik had er eigenlijk geen vooropgestelde plan. Dat was eigenlijk, die dingen zijn me wel overkomen. Ik herinner me die eerste tentoonstelling bij Annette de Keizer. Heb ik plots heel veel aandacht gekregen en pers. En ik had geen enkel vooropgesteld plan of een idee van een oeuvre of hoe dat ik dat moest uitbouwen. En voordat ik gewoon wel begonnen was, kreeg ik grote artikels in de krant. De nieuwe expressionistische beeldhouwkunst. En ik had het daar heel moeilijk mee. En dan heb ik dat ook eigenlijk soms wel wat verknald door hier in Luca, een soort van pseudo-conceptuele tentoonstelling. Ja, die was heel abstract, hè, dat tentoonstelling. Ja, en dat was eigenlijk om onder die noemer uit te geraken. En achteraf beschouwen. Ik heb er al veel uit geleerd in de zin van, ik moet doen wat ik moet doen. Dat was helemaal een symptoom. Het was echt symptomatisch. En waarom zat dat label expressionistische beeldhouwkunst? Waarom zat jou dat dwars op dat moment? Vond je dat beperkend? Ik vond dat heel beperkend, ja. Je merkt dat, ik geef zelf les, ook in Gent in de academie, en je merkt heel goed dat soms, niet in ons atelier, studenten nog niet begonnen zijn en ze moeten al een idee van een oeuvre hebben. Ze moeten eigenlijk al weten waar ze naartoe gaan en dit en dat. Een soort carrièreplanning. Ja, en ik ben er absoluut niet mee akkoord. Zo. Ik geloof eerder, zoals Ezra Pound, je zegt bijvoorbeeld, je schrijft 10 jaar en dat valt samen tot een novelle of niet. Mm-hmm. Dat idee van oeuvre heb ik veel meer dan dat het vooropgesteld is. En het is mij eigenlijk allemaal zo wat overkomen wat dat betreft. Mm-hmm. Oké. Okay. Misschien even terugkoppelen naar je huidige tentoonstelling. Omdat ze ofwel gezien is door jullie ofwel nog kan bekeken worden. Wat opvalt is dat in deze tentoonstelling vrijwel al je werken op een sokkel staan. Een sokkel die al dan niet er als een sokkel uitziet of als iets compleet anders. Dat is ook niet zo evident, denk ik, vandaag de dag voor een kunstenaar om bewust de sokkel in te schakelen in zijn praktijk. Kan je daar iets over zeggen? Ik heb de sokkel nu echt uitvergroot. Ik bekijk de sokkel niet zoals bijvoorbeeld in de jaren 70, iemand gelijk als Didier Vermeijer, wat een soort van conceptueel element wordt. Ik beschouw de sokkel echt gewoon als een heel primair, elementair gegeven van het idee sculptuur. Sculptuur, een autonoom iets geplaatst op een sokkel. Maar in dit geval zijn de sokkels zelf eigenlijk ook sculpturen geworden. Zo van. Als ik bijvoorbeeld studenten heb in het eerste jaar, dan ga ik hen absoluut niet adviseren om sokkels te maken zoals ik ze nu maak. Dan praten wij in klassiekere termen over hoe is die relatie daarmee en wat is de neutraliteit en dergelijke daarvan. Maar nu had ik echt de behoefte om die sokkel heel sterk subjectief aanwezig te maken. Bijna op het karikaturale af. Bijna zoals bij wijze van spreken een Baselitse schilderij ondersteboven hangt. Dat het ambetant wordt op een of andere manier. Ja. Dat houdt je wel bezig, hè? Dingen doen die eigenlijk min of meer een soort taboe zijn, of toch tenminste ja. Dan zijn in de hedendaagse kunstwereld. Ben je daar ook op een bewust niveau mee bezig, van met deze geste kan ik een aantal mensen misschien tegen de haren instrijken, ja, esthetisch gezien? Dat is heel dubbelzinnig en tegenstrijdig. Aan de ene kant wil de belangstelling en applaus, en aan de andere kant wil een beetje tegen de mensen hun scheen schoppen. En ik denk dat elke artiest dat wel een beetje... Dat is heel ambigu eigenlijk. Mm-hmm. Maar mijn voorgeschiedenis is het stripverhaal. En ik heb altijd een voorliefde gehad voor grafiek en grafisch en tekenen.
En ik heb nog steeds eigenlijk een grote voorliefde voor kunstenaars zoals Gary Painter, die quasi onbekend zijn. Punk-tekenaar eigenlijk. Punk-tekenaar. Ik heb hem vorig jaar bezocht in Brooklyn. Fantastische tegengewicht tegenover de grote kunstbeurs die ik dan even later moest doen. Zo. Mm-hmm. Mensen zoals Raymond Pettibone en zo allemaal heel schatplichtig aan zijn, maar die zelf eigenlijk in de comicsfeer zijn blijven zitten. Die net zo iemand als bijvoorbeeld Fred Berghoots eigenlijk heel goed betaalbaar zijn. Mm-hmm. Of Walter Goos is hier op de eerste rij, want de Walter is gekomen, zie ik. Mm-hmm. Dat heeft hij heel graag, als ik hem nu in de belangstelling zet. Kun je dat eens pop laten op? Nee, dus... Die comicbooks, ja. Dus die ambiguïteit zit er altijd wel ergens in. Mm-hmm. Dat grensgebied zo. Ja. Bijvoorbeeld, iemand zoals Gary Painter is in de stripwereld te artistiek. En in de beeldende kunst te stripachtig. Ja. Dus er worden toch altijd grenzen gesteld op een of andere manier. Zo, van, ja. Hè? Toen ik Fred Berghoots zag op de avond van jouw opening, kwam Fred naar mij van: ken jij Peter ook hier? Fantastisch werk, zei Fred. Als ik een beeldhouwer zou zijn, zou ik dat werk maken. Ja. Is de affiniteit wederzijds? Ja, ook zo ik heb er een heel groot respect voor. Altijd van dat soort. Mensen zoals Philip Guston, die ook tegen de wind in geweest zijn lang daarvoor. Ik zie nu ook dat nu de tijd toch heel sterk ontkeren is met kunstenaars zoals Tal R of Jonathan Mesa of zo, die nu internationale carrière maken, wat voor mensen zoals Fred ondenkbaar was, of voor Walter of zo. Dus de context is natuurlijk ook gelukkig voor die nieuwere generatie helemaal aan het veranderen. Mm-hmm. Maar ik hou van dat soort half in de marge zijnde kunstenaars. Mm-hmm. En ik ben ervan overtuigd dat iemand zoals Fred Berghoots er altijd zal zijn. Ja. Je bent wel heel sterk bezig met recente en minder recente kunstgeschiedenis. Hè? Ja. Was dat van in het begin dat je... ik denk het wel. Ik heb ook zo'n periode gehad in het tweede jaar academie. Dan begin je alles wat te ontdekken van hedendaagse kunst. En dan ga je een maand Bruce Neumann maken. En dan ga je een maand Karel André maken. En iedereen moet daardoor. Iedereen herkent dat wel op een of andere manier. Maar ik heb er toch wel moeite mee dat heel veel hedendaagse kunst enorm contextgebonden is. Ik bedoel daarmee, dat ziet er heel goed uit, maar je neemt die kleine context die er rond staat weg en daar blijft niet veel meer van over. Natuurlijk, dat is utopisch denken, ik kan mezelf er ook niet over. Ik heb niet de pretentie om te denken dat ik of de mensen die ik net omschreven zijn, goed dat gaan kunnen overstijgen. Maar ik hou heel veel van oude kunst. Ik heb nu een biografie van Caravaggio weer aan het lezen. Ik kan daar veel meer van genieten. Ik zie heel veel goede hedendaagse kunst, maar als ik dan eerlijk ben, zonder pretentieus te zijn, dan is het niet zoveel beter als wat ik doe. Dus voor mij is dat ook heel relatief. En kijk ik veel liever naar andere dingen die in een ander tijdsegment zitten of die graf ik wil zeggen. Ja. En als bron minder voor de hand liggen. Ja, ik kan echt zo, of dingen ontdekken, ook in de Laar Brut, Louis Souter of zoiets, een fantastische tentoonstelling gaan zien. Ik kan ook van die dingen, kan je dan plots terugtrekken naar je ziet dan Penck en dan denk van, weet wat ik wil zeggen, of etsen van Hercule Segers of zo, echt dingen terug ontdekken en herontdekken in de kunstgeschiedenis, daar kan ik echt van genieten. Ik ben geen echte lezer, ik ben geen literatuurman, maar ik kan echt s'avonds met een glas wijn uren in naar prenten kijken, met een prentenkijker. Zo. Ja. En Caravaggio, komt er een nieuw boek uit van Taschen en de Slechte, en plots heb je uitvergrotingen die zo groot zijn, waar je die hand op zit, en dan zie je die verf, en dan kan ik echt plezier hebben. En ik versta dat ook niet op een literair niveau, maar ik versta dat echt gewoon als sensatie van kijken. Ja. Nog even over de tentoonstelling nu bij Tim van Laren. Het viel me op dat je werken, de meeste die er staan, een vrij agressieve en zelfs een destructieve uitstraling hebben. Ofwel zijn de werken zelf kapotachtig, hebben ze kroetige texturen, of zitten daar scheuren in of beschadigingen. Ofwel zijn de personages zelf heel attackerend, hè? Een soort van creatures die u lijken te bestormen ofzo. En ook de sokkels waar we net over hadden, zijn scherp. Je kunt ze dan snijden, ze zien eruit als wapens bijna, blades van wauw. Hoe komt dat je werk, vroeger was je werk organischer en zachter heb je indruk, nu is het nogal edgy, letterlijk en figuurlijk. Vind je dat ook, of is dat een... Ouder en gefrustreerder en kwaader op de wereld. Ja, het heeft iets angry, je werk. Het heeft iets angry. Ja, misschien wel een beetje, maar ik heb...
Ik heb een hele reeks van die aluminium palmbomen ervoor gemaakt en die waren al vrij agressief. Ja. En stekelige palmbomen. En dat was ook die sensatie, en als die op mijn binnenkoer staan, zo het licht dat erin valt, je kreeg zo op een heel abstracte manier, zo heel primaire sculptuur. En dan heb ik teruggegrepen naar twee elementen, dus aan de ene kant de typische rogiersfiguren, wat dat ook zou zijn. Maar terwijl ik vroeger het gevoel had dat ik vormverlies had door mallen erop te maken, zijn er nu wat nieuwe materialen op de markt. En ik ben echt geen materiaalfetischist, maar het liet mij toch toe om opnieuw erop te modelleren met epoxies, waardoor dat ik bijna diezelfde scherpe frisheid van die klei zou kunnen hebben. Dus als ik echt fysiek zit te haken en zit te werken in het atelier en het zo fris te kunnen laten staan. Dus dat is één aspect. En het tweede aspect zijn de aluminiums die gegoten zijn. En die hebben veel te maken met het feit dat 2 jaar geleden Menno Meeuwis gestorven is. En voor mij was dat echt een grote schok, omdat Menno voor mij altijd een hele grote steun geweest is. Mm-hmm. Ik heb heel veel respect voor museumdirecteurs die zelf niet een soort van denken in een bepaald hedendaags kunstsegment denken, maar die een heel ruime blik hebben, die heel tegengestelde dingen naast elkaar kunnen plaatsen. Daar voel ik me heel gerust mee. Menno was zo iemand, heel onverwachts gestorven. Ik heb van hem de kans gehad om in 2000, denk ik, met die polyurethaan schuimblokken in het nieuwe beeldpaviljoen grote, science-fiction-achtige sculpturen te maken. En met zijn begrafenis zijn die in mijn hoofd gegaan en dacht ik van, zou het mogelijk zijn om die in aluminium te gieten? Omdat dat sculpturen zijn, die polyurethaan kan ik niet bewaren, dat is veel te fragiel. De gieterij had mij gezegd, het is onmogelijk om dat te gieten, technisch. En nu hebben we het er dan kleiner, want het is een heel duur procedé. Laten gieten op mijn risico en die zijn er perfect uitgekomen. Het resultaat zijn eigenlijk zeer primaire, nou, zo oerachtige sculpturen met gaten, hoeken en kanten. En die wou ik dan ook als tegengewicht ten opzichte van de meer figuratieve achtige sculpturen plaatsen. Ja. Dus dat zijn dingen dat ik in tegenstelling vroeger met die Muca tentoonstelling, maar echt in het wilde wegtrappen is bijna, is het nu toch teruggrijpen naar bepaalde elementen en daar opnieuw iets mee koken. En anders plaatsen. Zo. Ja. Je verwijst naar polyurethaan, aluminium. Ik hou van heel artificiële materialen. Dat wou ik net zeggen, jouw materiaalgebruik is ook niet conventioneel. Brons of zo? Of gips? Nee, ik heb al dingen in brons gemaakt, maar die vallen me echt zo'n 19e eeuw zwaar. Mijn beeldtaal is al vrij dramatisch en ik vind dat dat een tegengewicht nodig heeft. Dus ik ben me er heel bewust van dat ik ergens iets moet terugzetten. Dus ik hou van heel kunstmatige materialen, plastiekachtige of aluminium. Ook dingen die lijken te vloeken, hè? Als je ze samen zou zien. Of jouw kleurgebruik is ook heel onorthodox voor een beeldhouwer zeker. Opnieuw is dat een soort esthetica die soms wat irritant zou kunnen overkomen. Heb je zelf nooit het gevoel dat ik ben hier nu iets lelijks aan maken, iets afstotelijks zelfs? Ja. Maar ook daar kan je als doel stellen. En wat is lelijk uiteindelijk? En je ziet aan kunstenaars die we zo daar. Philip Guston, de eerste tentoonstelling in de Marlborough Gallery. Ik bedoel, het werd uitgespuugd, maar eens terug kunnen gaan lesgeven. Nu wordt het algemeen aanvaard, een van de grootste kunstenaars op 20 jaar tijd. Baselitz aanvankelijk was ook die lelijke Duitse, wat die Duitsers altijd gehad hebben. Hè? Dat lelijk schilderen, die Lovense Corinth, of Freud eigenlijk, is dit er allemaal in. Ja, maar wordt af gewoon algemeen aanvaard als zeer aanvaardbare schilderkunst. Hè? Dus opnieuw, dat wordt allemaal gerecupereerd. Maar ik hou wel van dat kantje op een of andere manier. Ja, maar dus dat betekent ook dat jouw esthetica, die inderdaad vrij tegen de raad is, eigenlijk vrij snel ook mainstream zal blijven te zijn. Of... Ik hoop dat, want het is heel lang geleden dat ik hier nog eens iets in Luca heb mogen doen. Mainstream en Luca, hoort dat in één zin dan? Nee, maar ik bedoel, mensen die jouw werk appreciëren, hè? Ik neem aan dat je wel eens praat met een verzamelaar of iemand die jouw werk apprecieert. Heb je het dan vaak over die weerbarstige schoonheid van jouw werk? Het feit dat het eigenlijk een soort schoonheid is die wat wringt, die wat knarst, die wat frictie oplevert? Voelen mensen dat ook zo aan zoals jij het als maker aanvoelt? Of interpreteert het vaak helemaal anders? Dat je zegt van, tja, ik had dat niet zo mooi bedoeld, maar het wordt wel als een soort schoonheid ervaren. Nee, ik denk de mensen die het kopen, die het wel begrijpen dat het ergens uit, dat het zo die wankele kant heeft. Toch. Maar ja, als je kijkt, wie heeft dat boekje geschreven, De Geschiedenis van de Lelijkheid, is dat Gombrich? Eco? Heeft Eco dat geschreven? Bert Eco, dat is zo'n heel geïllustreerd boekje over, en dat staat vol met de geschiedenis van de lelijkheid. En als je kijkt in de kunstgeschiedenis,
De meeste goede werken zijn gewoon heel lelijk. Ze zijn in het begin lelijk. Ja. Ja. En worden ze daarna mooi. Ik ben echt opnieuw over Caravaggio terug te gaan. Het is gewoon fantastisch om te lezen waarom dat schilderij, die wij nu onbegrijpelijk zo, die afgekeurd werden, omdat de engel Jozef zijn hand aanraakte, dat was te sensueel gewoon weg. Ja. Hij is fantastisch gewoon weg. Dus gewoon opnieuw context. Ja. Mm-hmm. Het is zo relatief. Ja. Mm-hmm. Oké, okay. Nog even naar jouw tentoonstelling dan. Naast sculpturen en sokkels, toon je ook collages, vrij grote collages. En het viel me op dat die ook vrij traditioneel ingelijst zijn, zelfs met een passepartout. Is het zo dat die passepartout en die inlijsting een beetje voor de collage is wat de sokkel voor de sculptuur is, namelijk een soort not done-achtige presentatie? De sokkel functioneert bijna zoals als je nu een barokke lijst rond de schilderij zou doen. Weet je, het is bijna een beetje hetzelfde en je kan hetzelfde zeggen wat betreft de collages. Maar er is iets bevrijdend aan die lijsten van die collages, is dat dat lijsten zijn die ik vroeger gemaakt gehad heb en die ik hier getoond heb in Luca en ik heb al die oude werken eruit gescheurd en weggegooid en dat was een enorme bevrijding. Dus dat is niet belangrijk voor de buitenwereld, maar dat was voor mij ook heel plezierig en ik heb daar heel eenvoudige collages in gestoken. Wat ik niet leuk vind, als ik dikwijls beeldhouwers zie, is dat er bijvoorbeeld een soort van ontwerpschetsen aan de muur hangen naast de beelden. Ik vind bijvoorbeeld Bruce Neumann een fantastische kunstenaar, maar dan zie ik die houtskooltekeningen en dan zie ik dat die tekeningen, dat perspectief, dat die gemaakt zijn, al sculptuur gemaakt zijn. Ja. En dat die gemaakt zijn voor de kleinere collectioneurs, om het respectvol te zeggen. Zo van, en dat wou ik dus echt niet doen. Dus ik wou mijn mentale sfeer eigenlijk direct de link met de sculpturen laten zien, maar niet zozeer als direct gelinkt. Dus het is vooral als ik in mijn atelier bezig ben en je bent intens naar iets aan het kijken, dan zintert het me en dan is het eigenlijk als een vliegende schotel die daar in de periferie staat te draaien. En dat is maar een heel kort moment. Zo van, maar om dat gevoel ergens in die collages te kunnen stoppen. Zo. Op een of andere manier zie ik u heel goed, ik zie u goed beeldhouden, ik kan me perfect visualiseren hoe je bezig bent. Ik zie dat moeilijker een collage maken. Blader jij dan door? Geen bestijde tijdschriften, dus dat is interessant. Ik heb twee stripverhalen gemaakt en dan zit ik gewoon in mijn zetel met een televisie op, met Tipex en mijn inkt gewoon te schilderen en te tekenen. En ik vind een fantastisch tegengewicht aan het fysieke gewoon. Dus ik denk, ik denk dat ik een klein beetje misschien ADHD of zoiets heb. Vroeger zeiden ze, het is geen slim om het aan te steken, maar in de maatschappij. En nu gooien ze dat relatin of zoiets. Ik heb dat fysieke nodig om die beelden te maken. Dus ik heb werkelijk nodig om tegen de avond fysiek moe te zijn. Of met die motor op het circuit gaan te rijden als een halve gek of zoiets. Als ik dan toch eens wil afkicken van de beelden. Net daarom dat ik die collages zo raar vind. Ik zie jou dan die sculpturen. Boksen en doen, en als ik dan s'avonds ook knippen en plakken vind ik zoiets. Dan vind ik dat plezierig. Maar dan zo s'avonds, als je fysiek moe bent, een beetje met de geest tot nul. Ja, het tegenwicht te maken. En dan ook, er wordt er constant naar gerefereerd, naar die comics. Maar eigenlijk is het een gimmick die ik gewoon s'avonds gedaan heb. Zo van, en daar heb ik niet echt hard over nagedacht. We geven die comic uit en that's it. Zo. Het is gewoon een tegenwicht. Dus die collages ook, die ontstaan relatief automatisch of zo? Ja, maar ik werk er redelijk, ik maak dat vlug, maar die blijven lang liggen zo van. Okay. En dan proets ik daar eens terug aan en dan... Zou er stukjes tekst in stonden? Dat is van de allereerste comics die erin gekomen waren. Dus ze liggen al een tijdje. Mm-hmm. En dan plak ik daar zo van die dingen in en sommige haal ik er terug af. Dan denk ik van, dat is niet relevant. En sommige denk ik van... Ja, is dat nu relevant? Ik heb dat gemaakt op het moment, dat is gewoon een neerslag van toen. Oké, ik gebruik dat wel. Mm-hmm. Het hangt ook een beetje van het moment af en de gemoedstoestand, zo, zonder dat ik niet dat ik zo'n emotioneel link, maar dan van hoe ik ermee omga. Ja. Los van het feit dat de collages als praktijk een soort tegengewicht zijn op het fysieke geweld in het atelier, van het beeldhouden, is er ook een puur artistieke relatie tussen de collages en de sculpturen? Of kunnen we ze compleet los van elkaar beschouwen? Nee, zou je ook als collagekunstenaar, bij wijze van spreken, in de boekjes kunnen? Nee, zeker in dit geval staan echt die sculpturen, het zijn ook elementen van die sculpturen erin. Maar ik denk, ze staan op zich, maar het staat wel binnen mijn werk eigenlijk. Zo. Maar ik ben wel een beetje een collagefan. En ook veel kunstenaars die ik goed vind, zijn ook collageurs. Ik ben een hele grote fan van Picasso en zo. En ook zelfs in heel simpele dingen, maar zijn gitaren al. Ik vind het fantastisch werk. Mm-hmm. Ook zijn grafieken, noem maar op. En er zijn Paul Joostes, Walter, er zijn mensen die eigenlijk in een dagdagelijkse praktijk in collageren hebben. Zo. Mm-hmm.
Panorenko. Ja. Of een collage maken heeft iets agressief in de zin dat je iets versnijdt en dan als een monster van Frankenstein verkeerd terug samenstelt. Flim zit daar van achter, dat is ook een collageur. Ja. Zit nog de Casper zit daar, dat is ook een collageur. Ja. Er zijn eigenlijk heel veel mensen bij. En als je erover nadenkt. Het is niet zo makkelijk, zijn collage. Mensen denken dat dat simpel is van wat bij elkaar te plakken. Je komt vaak in clichés terecht. Ja, je zit er echt over te denken en te leggen en te doen zo van. Dat is vrij intens. Ja. Ik vind als je jouw collages ziet, die maken naar mijn mening een vrij klassieke indruk zelfs. Dat zou werken uit de jaren 10 of 20 of zo kunnen zijn. Zo'n soort dadaïstisch aan. Maar ik vind dat van mijn beelden ook eigenlijk zo van. Ik doe dat net wat per se. Ik hou van een idee van een traditie. Zo, op een andere manier. Opnieuw, Philip Guston was heel radicaal, maar dat is pure traditie wat hij doet. Bij hem hingen er een paar prenten van Giotto aan de muur. Ja. Kunnen we... zijn er geen beelden meer? Ah ja, dat is van de strip, denk ik. Die collagepraktijk zit ook in jouw sculpturen, denk ik, inderdaad. En ook in jouw titels. Ik was er straks aan het bladeren in een paar boeken. Ik zag Swamp Thing with Picasso Head. Of een sculpture on a Calder Base. Dus ook in jouw titels. Ja. Sluipen uitgesneden elementen uit de kunstgeschiedenis. Ja. En ik doe dat ook een beetje bewust, omdat je dan zo op een perverse manier zo flirt met dat idee van postmodern. Toen ik op de academie zat, was dat het citeren. Zo, het citeren. Ja. Maar je doet dat op een zodanige, je doet dat niet op een vrijblijvende manier, zoals een David Sal of zoiets doet, waar je gewoon beelden naast elkaar plaatst. Maar je doet dat op een manier waardoor er daar toch hopelijk een soort van intensiteit in komt. Dus dat is voor mij absoluut niet die vrijblijvende postmoderniteit. Maar ik vind het dan heel plezierig om daar dan toch weer zo... Ja, dat heeft ooit eens te maken gehad met weer een kunstcriticus die meteen mijn schenen getrapt had. Gewoonweg zo. Ik ben heel rancuneus, ik vergeet dat nooit. Oké, moet ik nu bang worden? Nee, Max. Nee, wat ook opvalt, vind ik, zowel in jouw collages als jouw titels als jouw sculpturen, is je gevoel voor humor. Hè? Een Swamp Thing met Picasso heet of zo. Of een sculpture van Calder Base. Er zit toch een cheek-achtige kwaliteit. Ja, maar in heel veel kunst die ik goed vind, zit ook humor. Hè? Ja. Opnieuw Guston of Fred heel veel kunstenaars. Zelfs, kijk naar Caravaggio en je ziet die vuile voeten die naar je steken. Oké, je kunt er op een ernstige manier over de gewone man die er afgebeeld wordt. Nee, je ziet dat die man zich... Je ziet dat die man dat heeft gezegd heeft van... Een vuilvoet nu schilderen, zo van. Soms denk ik zelfs, dan wordt dat zo'n theorie over licht-donker gegeven. Je leest dat in biografie en dan vraag ik me af, oké, die man zat 14 dagen te schilderen, na 2 maanden, dan gingen van de ene kaatsbaan naar het ander, ruzie zoeken en drinken. Misschien heeft hij heel veel zwart erop geschilderd, omdat het rap eraf was gewoon. En is dat gewoon een of ander misverstand in de geschiedenis geworden, zo van. Dus dat is dan weer ironisch, maar het is een verschil tussen echt... ironisch, ben ik wel. Ironisch. Is ironie dan ook een vorm om dat expressionisme te kunnen vermijden? Ja, ik denk... Want een expressionist is eigenlijk iemand zonder ironie. Hè? Een expressionist uitziet... Maar dat kunnen, we in onze... we weten veel te veel en we zijn een beetje te cynisch. Kijk, in de jaren 50, Giacometti en Francis Bacon en noem maar op, die met zo'n serieus het bloed en het tegenscheurde lichamen op het doek zwierden. Zo van, dat zijn fantastische schilderijen. Maar als we dat met dat serieus nu doen, zonder dus die onderbouw van afstand die je creëert, dan denk ik dat je absoluut een kitsch maakt. Mm-hmm. Dus op een of andere manier is die ironie ook een soort van alibi om toch dat soort van sterke beelden nog op een of andere manier te maken. Mm-hmm. Ben me daar heel goed bewust van. Tegelijkertijd is ironie ook een vorm van bescherming van jezelf misschien. Zoiets van, ik doe iets, ik doe een proposal. Maar ik ben het niet. Het is een geloven. Terwijl het toch wel echt... Het moet gewoon in de vitaliteit zitten. Mm-hmm. Het staat de vitaliteit niet in de weg. Het beeld blijft echt. Want als ik naar iets kijk, ook als ik kijk naar... Ik zeg het soms tegen studenten van mij en dan zie ik... bijvoorbeeld iemand van 18 jaar die dan zo een heel melodramatisch werk maakt van zwarte takken of zoiets. En dat druipt er allemaal af en ik zie die zo huppelend door de gang gaan. En dan, zeg jij dat? Zeg jij dat hier zo van? Hè? Dus als ik iets zie, dan denk ik altijd, geloof ik dat wat ik zie? Dat is voor mij mijn criterium. Als ik ergens nog kan kijken, wat dat ook mag zijn, maar consequent, geloof ik dat? Mm-hmm. Dus begrijp je wat ik wil zeggen? Hè? Dus die ironie staat dan niet in de weg. Het is de tactiliteit en die energie en die passie ervan. Maar inderdaad, om het toch ergens in deze tijd, denk ik dat in ieder geval voor mij, moet er ergens een soort van artefact in zitten. Mm-hmm. Dus, okay.
Ik heb wel de indruk dat je ongelooflijk veel hecht aan je persoonlijke vrijheid en compromisloosheid ook. En je ding kunnen doen zonder te veel verantwoording te moeten afleggen. Anderzijds heb je wel een aantal opdrachtwerken gemaakt, werken in de publieke ruimte, waar toch denk ik heel veel groepen mensen bij betrokken zijn om dat werk te bestellen, te beoordelen, te betalen, whatever. Hoe ga je om met zo'n opdrachten die in de publieke ruimte moeten fungeren en waar je dus misschien minder vrij bent, ik weet het niet. Kan je er nog een voorbeeld geven van zo'n opdracht bijvoorbeeld? Ik ben daar tot nu toe altijd vrij in geweest, maar het is toch heel vaak een teleurstelling. Voor jou of voor? Voor mij en voor het publiek. Oké. Okay. Mm-hmm. Waarom dan? Bijvoorbeeld, ik heb daar die grote sculptuur in Dendermonde gemaakt. Een grote bronzen sculptuur. Een palmboom. Ja, en dat was gewoon mijn werk en mijn voorstel. Dus dat is niet dat er een compromis was naar dat werk toe. Maar dat komt in de publieke ruimte en iedereen heeft daar zijn zeg over. En financieren. Ja, en uiteindelijk wordt dat dan een hele grote gimmick van het Vlaams Blok en noem maar op allemaal, van dat soort dingen. En uiteindelijk dan vraag ik me af, waar mensen vragen daar niet om, want die willen liever de vier heemskinderen daar hebben staan. en ik vraag er ook eigenlijk niet om, maar ik wil ook natuurlijk af en toe eens iets verdienen. En om het heel plat te zeggen. Mm-hmm. Zo van. En ik vind dat heel dikwijls heel ontmoedigend. Ontmoedigend zo. Dus het is een heel interessante discussie, kunst in de publieke ruimte. Ik heb er echt mee te maken gehad en het is ook een tijd geleden. Ik ga nu binnenkort wel iets doen met Mauro Poppuccino, architect, en die gaat hier een grote school neerzetten. Maar binnen het project al, op voorhand. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld dat die procentnorm is van de Vlaamse mensen. En achteraf, die mensen willen dat niet graag, moet daar iets komen. Eigenlijk binnen de presentatie zit dat beeld er al in. Dus geïntegreerd in het gebouw. Geïntegreerd in het gegeven en zo. Dus dan moet je met architect en zijn bureau heel nauw samenwerken. Ja, en hoe gaat dat dan? Want architectuur en sculptuur zijn toch wel, denk ik, andere media. Dat is toevallig iemand die ik wel heel graag heb en waar ik heel graag mee over praat. Zo, dat is toevallig ook een autoracer en die graag oude klassieke. Iemand met een hele brede esthetische smaak. Ja. Dus je kunt over motoren hebben en pk's. En over de kunst. En we kunnen van het een naar het ander switchen, dus we kunnen wat afstand nemen en we kunnen terug erop. En ik denk dat. Maar dan denk ik dat het gaat lukken, omdat het van in het begin eigenlijk al ingecalculeerd zit. Maar wanneer er iets moet komen, er wordt een plein heraangelegd en men moet dan die 1% norm toepassen. Mm-hmm. Voor mij is het ook dikwijls een noodzakelijk kwaad. Het is zeer dure beelden maken. Hè. Ik laat dingen in aluminium gieten, noem maar op. Werk je met assistenten eigenlijk of doe je het primaire werk volledig zelf? Ik werk veel al op mezelf, maar ik moet zeggen, ik heb toch heel veel hulp. Ja. Vrienden die komen helpen, die dag komt een ene helpen, studenten die mij komen helpen, die dan misschien zo een klein beetje kan ondersteunen. Ik werk op zo'n manier eigenlijk. Mm-hmm. En ik vind dat dan ook heel plezierig. Mm-hmm. Want het is dikwijls heel eenzaam in het atelier. Hè. En als er dan iemand is, dan geeft dat ook structuur om dingen te doen. Zo. Mm-hmm. Ja. Als je een werk ontwerpt en je laat het dan afgieten, dan ziet het er ook vaak anders uit, denk ik, dan hoe je het bedoeld hebt. Hoe ga je om met die soort onvoorziene omstandigheden? Dus kan je dat loslaten of wil je dat dan toch tot op het laatste moment nog gecontroleerd krijgen? Of? Dat is echt een probleem. Dus je hebt dat fris in de klei staan. Wanneer je er straks zei dat de beelden nu zo rauw zijn, zeg ik echt terug wou naar die authentieke huid van de klei. Ja, je ziet de vingerafdrukken echt nog. En dat kan via die nieuwe materialen zo van. En daarvoor werd het allemaal een beetje geëgaliseerd. Zo van. Zelfs nulles willen zijn eigenlijk. Ja, je hebt altijd vormverlies zo van in mallen en toestanden. Dus dat is wel, en brons is dan ook, je ziet dat fris in de klei staan, laat dat gieten, en dan plots krijgt dat een belegenheid die totaal niet past met dat moment waarin dat je dat gemaakt hebt. Kleur speelt een heel grote rol in jouw werk. Hè? Je hebt een tijd lang witte sculpturen gemaakt, maar daarna kwam de kleur toch weer gigantisch opzetten. Ik heb nu weer minder, dus nu in de tentoonstelling, we hebben één kleurelement ingezet. Dat ik dan met een paar kleuren autolakken opgespoten heb, en nu wou ik het weer een beetje soberder. Maar het ontstaat heel dikwijls, gelijk hier ook zo'n soort van Picasso-achtig hoofd, waar die sokkel een stuk uitgezaagd heeft. Dit zijn beelden van de tentoonstelling nu, ja. Die zijn uit die polyuritaans gaan, die refereren naar Menno. Daar staat dat kleurelement, daar is ook een polyuritaan helemaal uit. Dus ook de sokkels die vrij barok zijn, waar je ook weer zo denkt van, zou ik de sokkels niet veel neutraler maken eigenlijk, die horizontaliteit. En, mijn vraag was eigenlijk, bijvoorbeeld die is rood en die zijn zilvergrijs. Ja, er is maar één kleur, echt kleur. Maar hoe bepaal je dan, deze sculptuur moet een kleur hebben en deze krijgt geen kleur? Dat vraagt eigenlijk de sculptuur zelf op een of andere manier. Dat dringt zich op eigenlijk. Dat dringt zich gewoon op zo, dat lijkt me zo vanzelfsprekend eigenlijk.
En het is nooit gebeurd dat je dan zo'n sculptuur een kleur zeg, geeft en hij dan zegt van shit, had ik beter niet gedaan? Natuurlijk wel. Oké, toch. Natuurlijk wel. Dus niet dat iemand die dat fantastisch in was, was iemand gelijk Frans West, dat je daar niet van houdt of niet, maar die kon er zo'n pot verf over gieten en die kent dat, hè, zoals je... Klaar. Zo. En dat komt echt overtuigd over, zo van, hè, dat zo... Zoals een coulis op een taart of zoiets. Ja, echt zo, gelijk een... Ja, zo, want zo... Een glasje op een cake. Voilà, zo weet je wel. Dat is trouwens nog een... Dat was de titel van mijn tentoonstelling in Los Angeles bij Roberts & Tilton, was Slagroom. Maar dat konden zij natuurlijk heel moeilijk uitspreken. Slagroom. Maar gewoon. Slagroom. Peter Rogiers, dat kunnen ze ook al niet uitspreken. Eigenlijk zoiets, ja. Peter Rogiers, maar het gewoon. Ja. Mm-hmm. Hoe wordt jouw werk eigenlijk in Amerika gepercipieerd? Wordt dat anders gelezen dan hier bij ons? Zeggen ze Flemish Baroque of zoiets? Of wordt het daar toch vrij losgekoppeld van jouw Vlaamse of Europese roots? Hoe lezen de Amerikanen jouw werk? Ik heb er geen idee van. Eigenlijk. Praat je er niet over? Nee. Het is heel bizar. Je gaat er toch naartoe bij de opening? Ja, ik ga er naartoe en dan soms wordt je van die collectionairs uitgenodigd. Wat anders is dan hier, is dat bijvoorbeeld mensen kopen werk van jou. Wordt dat in de galerie verpakt en naar kinderen gebracht. En je hebt er eigenlijk verder niet zoveel mee te maken. Ik heb in Los Angeles regelmatig gehad dat ik bij die collectionairs moest komen. En dan wordt dat een wedstrijd. Dan is dat een beetje show van, ik heb een Paul McCartney, ik heb een Frans West. Op zich is dat wel geestig zo, maar dat is helemaal anders. Het is zo, en ik weet het niet, ik weet echt niet wat die naar mijn werk kijkt. Dus echt over je werk praten heb je dat niet gedaan, dan als ik het goed begrijp? Ze vinden het goed, ze kopen het. Ja, en dan zeg ik dank u. Kom je morgen op, ik kom morgen naar mijn huis. Zo, man. Dan zit hij gewoon, en dan ga ik daar naartoe. En dan denk ik, een volgende kaart, dit en dan. En dat was dat? Zo. Ik weet dat niet. Bezien ze dus Europees? Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Ik beschouw mezelf toch wel als een Europese kunstenaar. Op een in welke zin dan? Door jouw referenties, je roots? Er zijn toch grote verschillen. Ik vind als je veel Amerikaanse kunst ziet, vooral in de abstracte kunst zo, van Bryce Morton, dat gaat allemaal terug zo ten opzichte. Dus hun renaissance is bijna zo het abstract expressionisme zo. En heel veel werk wat je nu ook opnieuw nog steeds ziet, is daar echt op geënt. Zo. Mm-hmm. Begrijpt wat ik wil zeggen? Jackson Pollock als Michelangelo. Jackson Pollock als Michelangelo. En wat je nu ziet, heel veel. Bryce Morton is een van de grote epigonen ervan, of Mangold, of zelfs Ryman of zoiets. Zo, die een soort van vlakheid of platheid in een groot monochrome beeld. Ja. Dat zie ik toch. Ik bedoel, als ik dan refereer naar Europese schilders, dan denk ik toch eerder aan Eugène Leroy of zoiets. Weet je wat ik wil zeggen? Er is toch een verschil. Mm-hmm. Of die tachisten of zoiets, toch anders. Ja. Dus het is anders. Ja, want dat was ook een vraag die ik had als ik jouw oeuvre bekijk. Waar is de minimal art? Het is vandaag de dag als beeldhouwer bijna onmogelijk om je te plaatsen zonder op de een of andere manier minimal art minstens te kennen. Ja. Of eventueel daar een commentaar op te geven of daar een draai aan te geven. In jouw werk, de minimals in de sokkels zou je misschien een beetje door zijn, maar Carl Andreas Leavitt, wat te zeggen, de grote kanonnen die de beeldhouwkunst opengebroken hebben in de jaren 60. Heb je daar iets mee met Donald Judd? Nee, ik heb weinig met Donald Judd. Eerlijk. Er zijn een paar dingen. Dat er weinig hedendaagse beeldhouwers zijn die dat zouden zeggen. Ja. Hij is bijna er zijn een aantal dingen ook not done zo. Dat mag je niet slecht vinden. Zo. Dat bedoel ik, ja. Maar ik heb daar, nee, ik begrijp, ik weet volledig waar het over gaat. En ik heb bijvoorbeeld ook iets waar je absoluut niet, ik vind bijvoorbeeld Picabia absoluut geen goede kunst. Natuurlijk, René Daniels, tot noem maar op, Picabia, ik vind dat een opportunist die meegelopen is met een modernist, maar die heeft nooit één goede schilderij gemaakt. Maar dat is natuurlijk mijn heel smaak. Veel interessante slechte schilderijen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel waar. Maar dan bijvoorbeeld, Philip Guston heeft ook slechte schilderijen gemaakt, die toch ook... Nog goede schilderijen zijn op een of andere manier. Zo. Ja. Maar ik heb bijvoorbeeld wel heel sterk iets voor Richard Serra. Mm-hmm. Ik vind Serra een fantastische beeldhouwer. Ja, en toch ook eerder een minimalistische figuur. Is Serra minimalistisch? Ja, oké. Okay. Ik vind bijvoorbeeld die hele grote, als met die grote, waxsticks, die tekeningen gemaakt, zo van, die zijn toch wel heel. Binnen dat minimalisme zijn die enorm barok. Ook die sculpturen. Hè. Zo, dramatisch. Dramatisch. En die fysieke ruimte zo van, dat is. Hetzelfde met Anish Kapoor of zo, mensen beschouwen dat dan als. Dat is toch wel ook, dat heeft een dramatiek. Hè. Mm-hmm. Die vormtaal lijkt dan wel minimalistisch, maar dat is toch barok voor mij ook. Mm-hmm. Het is niet omdat er geen krul aan zit. Ja.
Dat is wat betreft de impact ook op de toeschouwer. De barok is wel iets dat vaak opduikt bij jou. Bernini bijvoorbeeld, de Romeinse barok. Maar ook de futuristen, Boccioni. Bernini-Boccioni. Heb jij iets met de Italiaanse? Ja, ik ben daar niet noodzakelijk zo gek van, maar uiteindelijk moet je ook omgaan met je eigen karakter. Hè. Ja. Ik vind Mondriaan ook heel goed, hè, maar ik zou dat nooit van mijn leven kunnen doen, hè, van 's morgens tot 's avonds. Dat klinkt heel plat en heel eenvoudig. Ja. Ik heb blijkbaar dat soort van bewegelijkheid nodig. Zo van. Ik vind die Boccioni heel goed. Ik vind futurisme een heel vreemde, tegenstrijdige beweging. Ja. Soms echt heel komisch, misplaatst tot en met, kitscherig en lelijk ook weer bijna. Je hebt zo van die bewegingen, Cobra in de eerste plaats, onbegrijpelijk dat dat de kunstgeschiedenis gehaald heeft. Waarom? Kom aan, Johan. Corneille, nee, dat is dokterskunst. Asperioren, een interessante figuur toch? Uitzondering. Ja. En ook een goede Alashinsky. Ja. Een goede, lang geleden. Ja. Dus zo, hetzelfde vind ik een beetje soms wel van die stroming eigenlijk als het futurisme. Zo van, veel van die potionies in het echt gezien, dan valt dat toch wel tegen. Ja. Mm-hmm. Maar het is interessant als gegeven zo. Van, ja. Als benauw. Hey, kijk, Michelangelo kunnen we niet beter maken, hè, maar dat soort van vreemde, campachtige dingen. Dat is de reden volgens mij waarom dat bijvoorbeeld Picabia zo populair is bij heel veel, bijvoorbeeld bij iemand als René Daniels geweest of zoiets van, kijk, daar kun je dingen van nemen. Er is deel om dat te doen. Omdat hij zelf ook stal natuurlijk, hè, zo'n eclectische benadering. Dus dat krijgt zo die heel dat doorloop van de hedendaagse kunst. Ja. Bepaalde andere dingen zijn onpasbaar en zo. Mm-hmm. Je werk en de manier waarop je erover praat, denk ik, is heel lichamelijk, heel fysiek, heel materieel ook. Je bent zelf ook vrij kinetisch, zeg je zelf, hyperkinetisch soms, heel bezig met snelheid, beweging, ruimte-tijdervaring. Waarom heb je nooit performances gedaan dan ofzo? Omdat ik hou van... Ik zie jou wel als een performer op de een of andere manier. Nee, ik denk het niet. En ik had onlangs nog een boek vast over performancekunst en dat viel mij op hoeveel vrouwen dat ermee bezig waren. Ja, enorm veel. Het lichaam en zo. Sorry, ik wil niks seksistisch zeggen, want dat is heel gevaarlijk in deze tijd. Zo. Maar... Dus je vindt dat te vrouwelijk om het om er zelf aan te brengen? Ik wil iets materialiseren zo, van witte, zoiets. Ik had dan ook al dat woordje ectoplasma in mijn subcultuur van science fiction en zo. Ik was heel grote fan als kind van Doctor Who, trouwens in de toonstelling. De TARDIS. Ja, de TARDIS en dan die Engels. Zeker als dat Engels nu, als je er terug naar kijkt als volwassen, dan zeker die Engelse serie waar alles uit bordkarton gemaakt is. En die mooie grote knoppen. En iemand verandert in een groen monster en dan zie je zo'n een mouw opgestuurd met bolletjes plastic groen gespoten en I'm changing. En als kind zit je daar echt erin. Ik ga straks slecht slapen. Ja. En nu het komische, maar dat het zo geknutseld is eigenlijk. Een beetje een knullige effect. En daarin vind ik het, in die science fiction, ik koop dan soms van die goedkope dvd-reeks van Doctor Who en ik kan er echt naar kijken. In de kunst stoort het mij hoe langer hoe meer dat ik heel veel knutselkunst zie. Mm-hmm. Ik hoop dat ik echt nog iemand ben die beelden maakt. Mm-hmm. Dus zo, ik zie heel veel knutselkunst, noem ik dat zo. En dat kan goed zijn. Ik zie er toch vermoeiend veel. En knutsel, is het dan voor jou dat het werk een incoherente indruk maakt? Ja, en een beetje opnieuw zoals sociologisch en een beetje prullerig en mijn soort van thematiek die ik ook heel goed begrijp en die me toch een beetje op mijn honger laat. Zo, ik ben wat dat betreft echt een beetje conservatief. Zo. Want ik ben schilder bijvoorbeeld, ik was in Parijs met een tentoonstelling en bij Gogogin was er een tentoonstelling van John Curran, schilder. Ik was echt manieristisch. Manieristisch, alles wat fout is. Anekdotes, manieristisch, fantastisch geschilderd. En ik heb er echt van. En ik heb er nog eens een interview op gerakeld. Die man is er ook ongelooflijk handig in, hoe dat hij dat doet, hoe dat hij heel dat spel speelt met die kunstmarkt. Mm-hmm. Die zegt: noem me maar reactionair, noem me maar manierist. En interesseert mij. En hij draait dat helemaal om. Toen je in de jaren 90 naar buiten kwam met bijvoorbeeld die ballerina van Degas, dat is toch een soort van iconisch werk, hè? Dat is een vroeg werk van jou dat toch heel snel opgevist is geweest. Dat was een accident. Ik zat in de Jan van Eyck Academie en ik heb dat ding tussendoor gemaakt en John Thompson vond dat interessant en ineens boefpad en achteraf beschouwd, ik heb er altijd een beetje afstand van genomen. Ja. Maar ik zou het eigenlijk wel eens opnieuw willen zien, want het schijnt dat hier eigenlijk nog ergens in de kelders moet staan. Ik wou net zeggen, dat zit al in de Muca-collectie. Maar dat is al heel lang niet meer getoond. Ja.
Dus je moet hier nog ergens staan, zo van, maar hey, ik weet niet in welke staat, zo, maar dan, ja, dat is een jeugdpark. Nu, ik moet echt zeggen, dat stond in die ronde doorgang samen met die groene figuur. En dat had wel iets vreemd toen. Samen had dat iets vreemd. Ja. En opnieuw, ik had echt geen plan. Ik maakte die dingen, die groene figuur ook. Ja, de vraag die ik wil stellen is de volgende. Toen je dat deed, was het eigenlijk een vrij, denk ik, spontaan realisatie, zonder daar te veel bij na te denken, denk ik. Een soort automatisme bijna. Toen was het ook inderdaad not done om zo'n dingen te tonen. Ondertussen, en dat is misschien een beetje lastig, maar figuratieve sculptuur is wel volledig aanvaard. Hè? De laatste 10 jaar ongeveer, er is zelfs een soort van revival, in zekere zin, van neo-figuratieve sculptuur. Ja, maar als je Volker de Jong, Volker de Jong in het middeleeuwen, juist, op Berlin, noem maar op, allemaal. Ja, dus, ja. Maar het blijft toch marginaal vergeleken met schilderkunsten. Je kan hier zo 40 Vlaamse of Belgische hedendaagse schilders opnoemen en je hebt moeite om 5 beeldhouwers op te noemen, concreet. Hè. Ja, oké. Okay. Dus het blijft toch wel beperkt, vind ik. Hè. En het heeft wel, maar het is... Of dat het echt nu zo een tijdje terug ook was in zo'n toonstelling bij Menno, of voor Menno, hoe noemde dat weer? Die lang leven, Flip ook mee meedeed. Lang leven beeldhouwkunst, ja? Met die taart. Dan werd ons die vraag ook gesteld, de revival van de beeldhouwkunst. Dus culturaal verlangen hebben we nog samen gemaakt ook, ja. Ja, het zijn toch maar... Ik had toen echt het gevoel dat het terug kon. En dat het kort voordien eigenlijk een beetje raar was om figuratie in sculptuur te gieten, zeker met historische verwijzingen of zo. Terwijl nu, wanneer iemand in een academie ook dat soort dingen doet, dat wordt meteen wel best serieus genomen. Ik merk dat er een kentering is met jongen in de academie. We ook nu, ik weet niet waar dat in Antwerpen zit, maar in Gent hebben we nu een totaal 30 leerlingen beeldhouwkunst. Dus dat er terug mensen iets willen maken. Voel je dat toeneemt, die belangstelling bij? Ik weet het niet, die tendens is nog heel pril zo van, maar het verrast mij toch zo. Mm-hmm. En die terugvragen naar zo'n soort van, eerst wat is dat, een mal maken, wat is dat, en die daar heel gebeten in bezig zijn. En toen het boetseren willen uit leren kennen. Ja, misschien wel. Zo, dat houdt dan soms wat midden tussen Mike Kelly, Frans West, dat soort van kunstenaars. Zo. En boetseren jullie ook naar een model effectief met de studenten? Iets wat in Antwerpen bijvoorbeeld heel belangrijk is, boetseren naar een model, waar langzamerhand over gepraat is. Doen jullie het ook? Nog of opnieuw? Of, Wij doen het opnieuw. Opnieuw, oké. Okay, op vraag van de studenten dan? Nee, de studenten gaan toch mee. Ja, die dus de waarneming terug willen in de vingers krijgen, het kijken. Het Ja, en dat klinkt heel reactionair, maar ik pleit er eigenlijk voor en ik merk dat dat eigenlijk goed marcheert en dat dan studenten doen wat ze willen natuurlijk. Hè. We willen niet dat ze een soort van academisch reactionair, maar gewoon een soort van fundament zo van. En ook wat heel belangrijk is, heel veel gaan kijken naar galeries, naar alle mogelijke tentoonstellingen, naar tegenstrijdingen, vooral naar dingen waar je zelf ver vanaf staat. Omdat, we hadden het er net over minimalisme, maar ik heb bijvoorbeeld geen enkel probleem om tentoon te stellen met een minimal artist. Omdat misschien dat het een heel schoon tegenwicht kan zijn. Hè. Net nu tentoonstelling met Nicola. Ik vind dat schoon. Dat vult elkaar ook. Hij heeft ook iets met traditie. Hè. Dat is Caravaggio-achtig van video, maar ik wil maar zeggen, ik vind dat een fijn tegenwicht. Ik zou niet willen dat daar dan ook iemand stond. Bijvoorbeeld heel slecht om dat je heel hard te respecteren. Jonathan Neese zou staan. Ik denk dat niet zou werken. Ja. Weet je, dan zitten elkaar voor elkaars voeten uit te strompelen. Ja. Afgelopen maanden hebben we hier in de ruimtes hierboven MUC Academie georganiseerd, waarin we dus ook discuteerden over de rol van het kunstonderwijs vandaag de dag en zo. Je hebt in Brussel Sint-Lucas gestudeerd en dan van Eyck Academie. Hè? Je bent van Antwerpen, waarom heb je niet voor de Antwerpse Academie gekozen? Oh, maar dat is een misverstand. Ik ben geboren in Antwerpen, mijn ouders zijn hier 2 jaar gewoond en zijn die terug naar Limburg verhuisd. Dus ik heb eigenlijk voor de rest niks meer Antwerpen. Ondanks dat ik Antwerps kunstenaar gezet word. En dan... De vraag die ik wilde stellen was eigenlijk, je geeft nu zelf ook les op de academie. Heb je het kunstonderwijs in de periode tussen de welke je zelf student was en je nu docent bent, heb je dat zien evolueren? Of is het meer een soort geleidelijke evolutie in plaats van een stagnatie? Of zijn er breuken geweest? Nee, er zijn dingen veranderd. Er is nu zo'n modewoordje, academisering. Ik heb het er soms nog wel moeilijk mee, omdat ik zelf in de praktijk sta. Ik merk dat studenten heel sterk gepusht worden om een soort van onderzoek te doen en een soort van theoretische. We moeten niet gaan concurreren met kunstgeschiedenis met een theoretische richting. Ja. Studenten moeten intelligent zijn, dat is iets anders dan intellectueel zijn. Ja. Studenten moeten natuurlijk heel goed weten wat zijn geschiedenis is en filosofie en noem maar op.
Maar er zit een heel groot praktisch gehalte aan, als kunstenaar zijn. En ik denk dat het daar soms een beetje te radicaal loopt, maar dat zal zich ook wel weer plaatsen, want het zijn allemaal gewoon tendensen die gewoon heen en weer gaan. Een mode, ja. Dus zo, en eerlijk gezegd, ik zie toch een soort van algemeenheid overal. En ik vroeg eens aan Joep van Lieshout zo van waarom wil jij geen les geven? En Joep zei tegen mij, oh, kijk, tegen de slechte studenten wil ik niks zeggen en tegen de goede studenten kan ik niks zeggen. Niet zeggen, ja. Dat was dus mijn vraag aan jou, waarom geef je les? Ik doe dat wel graag. Ja. Ik doe dat echt wel graag en ik denk dat ik soms een beetje te ver ga in de zin van dat ik zo de vriend wil zijn. Hè, en dat ik dan op het einde van het jaar, als het dan toch niet goed is, terwijl ze weten wel, en dat ik een beetje wel sympathiek wil zijn. Maar ik vind dat eigenlijk plezierig en wat ook goed is voor mij, is dat, ik heb ook lang een DKO les gegeven, les gaf. Je wordt constant geconfronteerd met elementaire vragen. Dus je blijft in een soort van essentie van wat kunst zou kunnen zijn. Je begint niet af te drijven en je eigen eilandje zo op je begrijp wat ik wil zeggen. Johan. Het blijft zo, ja, je blijft zo op een of andere manier het grote plan zo wat. Mm-hmm. Dat je er constant over geïnterpreteerd wordt. Zo. Mm-hmm. Dus ik klaag er ook dikwijls over. Ik heb geen goesting om naar die school te gaan, maar aan de andere kant geeft mij ook een beetje structuur. Mm-hmm. Ja. Leer je zelf ook iets van de studenten? Ja. Ik moet dat nu zeggen, want dat zit er. Hoe gaat het dan bijvoorbeeld? Is het dan omdat je over een kunstenaar praat en je daar ideeën over uit? Ja, of dat ze zo een rare hoek kunnen komen. Zo van. Ja. Zelfs in dat DKO, in dat deeltijds kunstonderwijs, dat kunnen mensen, omdat ze zo geen voorkennis hebben, soms zo'n ongelooflijk vreemde hoek op een heel kitscherige manier op een schilderij uitkomen. En je zegt van daar had ik nooit aan gedacht om een hand of een voet zo te schilderen. Mm-hmm. Het probleem is alleen als je erover praat, dat ze dat inzicht niet krijgen. Zo. En dan blijft het een soort van pseudo-ware route. Ja. Oké, okay, goed. Wel, ik had wat issues opgeschreven en we hebben die allemaal ter sprake gebracht. Okay. Dus nu kan ik eigenlijk alleen even zien of er bepaalde issues niet ter sprake zijn geweest en dat er mensen aanwezig zijn die nog willen opwerpen ofzo. Walter wil nog vragen stellen. Nee. Dat kan nu, maar ik kan ook straks informeel ofzo. Dus, zijn er vragen aan Peter of Giers vanuit aanwezigen in de zaal? Peter, hoe begint jij met een grote sculptuur? Durf jij voor een project met grote beginnen? Ja. Nee, ik heb zo'n vaag idee in mijn hoofd. En dan las ik een armatuur, op een traditionele manier, en ik hang daar houtstukken, blokjes op. En dan boetseer ik dan. Ja. En dan giet ik dat vaak af. En dan ben ik vaak niet tevreden en dan zaag ik daar stukken af. En dan begin ik daar opnieuw op te bouwen. Terug mijn rubber, terug elementen af te gieten, terug een kop af te zagen. Wandelen voor degenen die geïnteresseerd zijn, gaan we zelfs even naar de tentoonstelling. Voor. Er staat zo'n rode figuur, die ziet er dan eigenlijk als kleurelement in de tentoonstelling. Ik heb er 7 koppen voor gemaakt. En ik weet niet waarom dat deze kop voor mij wel werkte en die andere niet. Het verschil is bijna minimaal, maar slecht. Misschien heeft dat te maken met gemoedsinstelling, ik weet dat niet. Maar ik heb eigenlijk, voor mij is het, ik heb wel een idee. Maar ik noem dat idee mijn alibi. Maar ik wil dat ondertussen de dingen flexibel zijn, zodat ik mezelf verras. Je wilt zeggen, ik heb een idee, op het moment dat je begint aan... Ja, je moet een plan hebben. Hè. Wat ga ik maken? Ik ga een figuur maken. Hè. Dan ga ik geen, als dat een menselijke figuur is, ga ik geen olifant maken. Dan weet ik dat dat een menselijke figuur is. Maar ik weet eigenlijk niet echt goed waar die vormen gaan uitkomen. En soms steek ik ook half over die armatuur als het te ver is. En dan opnieuw, en dan die sokkel moet een nieuw element zijn, en dan kan er een nieuwe kop opkomen, en dan kan die kleur een nieuw element zijn. Zodanig dat ik mezelf eigenlijk altijd een beetje kan verrassen terwijl ik bezig ben. Misschien in het begin van een carrière is het een olifant. Ja, ja. Er staat een olifant tussen, en er hebben nog niemand gezien hè, bij Tim. Hè. Ik heb hem ook zo wel op de muur gezet, hè, Walter. Maar hij heeft me natuurlijk al wat vrijgegeven. Een eend heb ik wel gezien, zo. Een eend ook, ja, een eend ook. Okay. Met 2 koppen, hè. Omdat ook nu zo met de Belgische situatie en er straks aan het lachen was met dus de nieuwe sociaal-realistische kunst, dacht ik, ja, ik kan ook zoiets doen in een paniek. Nog vragen? Niet meteen? Oké. Okay. Ik wil Peter heel hartelijk bedanken voor zijn aanwezigheid. Dank u voor uw aandacht. Tot ziens.